Het radiostelsel staat op een afstand van 12 miljard lichtjaar. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder ook astronomen uit Nederland, ontdekten het radiostelsel met behulp van de Giant Meter Wave radiotelescoop in India. Vervolgwaarnemingen met onder meer de Gemini-telescoop op Hawaii wijzen uit dat het opgevangen licht van dit radiostelsel zo'n 12 miljard jaar oud is en astronomen het stelsel zien zoals het eruit zag toen het universum nog maar een miljard jaar oud was, oftewel 7% van zijn huidige leeftijd had. Wat is een radiostelsel? Een radiostelsel is een gigantisch sterrenstelsel dat een superzwaar en actief zwart gat herbergt. Zo'n actief zwart gat trekt materie en gas naar zich toe. Radiostelsels zijn zeldzaam. Onderzoekers waren best verbaasd dat ze in het piepjonge universum een radiostelsel hebben ontdekt. Heldere radiostelsels herbergen superzware zwarte gaten, legt onderzoeker Huub Rutger ENG uit.